Het is donderdagavond, 10 uur. Hoe gaat het plakken tot nu toe? Ja, plakken gaat eigenlijk heel goed. Natuurlijk hadden we ook ons bloementekort. We hebben het nog een beetje kunnen beperken door nog wat van eigen land te kunnen halen. Maar ja, 60% tekort. Je merkt het, het konten is heel snel klaar. Het plakken is wat moeilijker omdat je gewoon niet zo goed weet wat je nog kunt krijgen en hoe ver je overal komt. Dus het is een hele puzzel. We komen er redelijk uit, maar het is niet makkelijk dit jaar. Hoe gaan jullie dat tekort opvangen? We zijn vorige week al begonnen met het aanpassen van ons ontwerp. De delen wat in hout uitgevoerd kon worden, hebben we in hout gedaan. En je begint toch al een beetje te ijsberen over van allerlei andere oplossingen. En dat hebben we dan ook eigenlijk gewoon gelijk gedaan. Toen wij vanmorgen te horen kregen dat we 40% tekort kregen. Dus we hebben een doek gekocht en we hebben bij iemand in de tuin zijn tuin geplunderd. Dus er komt ook blad op. We hebben zelfs een beetje een ludieke actie, anti-stressballetjes hebben we onder de wagen geplakt. Ik ben benieuwd of mensen dat gaan opvallen. Kun je uitleggen die anti-stressballetjes? Ja, dan goed. Het is natuurlijk één grote stressbende, dat hele plakken van de bloemen. Je bouwt het hele jaar aan die wagen met heel veel plezier. En in die laatste twee dagen, dat is zo'n gestres. Het is altijd wel leuk en het is fantastisch, al die mensen die komen helpen. Dat is altijd hartverwarmend om te zien, maar het is gewoon één bak ellende elke keer weer. Je weet niet wat je krijgt en al die stress bij elkaar. Het begon eigenlijk een beetje als een geintje. Er komt iemand bij ons binnen en die heeft een bloemenbak vol met stressballen. Dus dat is gewoon één bak stress stond er ook op, dat had hij erop gezet. Maar nu uiteindelijk wordt het toch nog toegepast op de wagen ook nog. Was wel leuk, ja. Wat voor wagen laten jullie dit jaar de straat of Winterswijk rijden? We krijgen de straten krijgen een skelder te zien met een zeepkist erachter. Dus je hebt een bestuurder. Het meisje zit achterop en die trekt de zeepkist voor door middel van een touw. En de zeepkist dat is dus eigenlijk de alternatieve wagen geworden waar we toch wel heel veel alternatieven zullen gaan toepassen. Wat maakt jullie wagen zo bijzonder? Het bijzondere is dat het een heel nieuw onderstel is. Dus je ziet ook echt de bestuurder fietsen. De benen zullen gaan bewegen en het is gewoon een op zichzelf rijdende skelter. Hij staat niet op een onderstel, hij zal gewoon zelfstandig rijden. Is dit dan een bepaald thema aan de wagen verbonden? Ja, de naam van de wagen is buitenspelen en daarmee willen we eigenlijk een beetje een statement maken naar de jeugd van tegenwoordig die alleen maar achter de computer en de laptop en de telefoon zit. Dat ze toch weer wat meer naar buiten ingaan. Dat is een beetje de achterliggende gedachte van de wagen. Hopen jullie hoge ogen te gooien? Nou ja, vorig jaar vonden we de publieksprijs erg leuk. Dat zou toch zou leuk zijn als dat weer zou gebeuren. Maar nogmaals, het bouwen het hele jaar, dat is nog veel belangrijker als de prijs die je binnenhaalt. Natuurlijk winnen is leuk, maar plezier hebben, dat is het allerbelangrijkste. Met welk gevoel kijk je naar de wagen als hij dan klaar is? Ja, vol trots natuurlijk. Ja, dat gevoel dat is niet te omschrijven. Het gevoel van dat die wagen 's morgens als het licht begint te worden naar buiten rijdt, ja, dat is een kippenvelmoment. Dat begin je als volwassen man bijna van te janken.